Ja, ik zit hier bij mijn collega Lucie Kusters. Ja, en buiten is het windstil, maar hier is het windkracht 15. Ja. En daar kun je alles van vertellen. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, nou, dit is een serie van vier. En in de vierde, deze dus, windkracht 15, daar heb ik ook een verhaal in mogen schrijven. En het stond dus in het blad Schrijven. Daar stond dus een oproep en ik denk van, oh, dat lijkt me wel iets. En toen heb ik me opgegeven. En toen moest ik een stukje opsturen wat ik al ooit geschreven had. En toen mocht ik komen. En, maar dat hield dus in dat ik een midweek naar Texel moest. Want daar was het dan te doen. In een vakantiehuis. En daar waren we met z'n vijftienen. En dan hebben we dus een midweek zitten oefenen en zitten sperren. En ideeën opgedaan. En het was echt een snelkookpan, zoals Marielle Boersma zei. Dat is dus de coach ervan. En nou, iedereen had dan wel een idee, voordat hij al naar Texel ging, al een idee van waar ga ik over schrijven. En dat resulteerde dus in een boek met 15 heel verschillende verhalen. En we hebben er enorm van genoten. Maar ja, ik zit in Noord-Brabant en wie is er geïnteresseerd in waddenverhalen? En dus het is een beetje moeilijk om hier dus de zaak te promoten. Terwijl in Noord-Holland en daar de mensen bijna de winkel plat lopen om de boeken aan te schaffen. Dus, nou, dan op deze manier. En ik hoop dat mensen dus ook een boek willen kopen. Want, dat is dus het belangrijkste, van ieder boek gaat 1 euro naar de Nederlandse reddingsmaatschappij. Dat is dus windkracht 15. Paal 15 heeft 1 euro naar de Waddenvereniging. En de andere twee hebben dus ook een ander doel. Van ieder verkocht boek gaat 1 euro. We hebben inmiddels al, als ik het goed heb, 450 boeken verkocht. Dus het is al 450 euro voor de Wadden, voor de reddingsmaatschappij. En zodoende is dus de bedoeling van, lees de verhalen, koop het boek. Het is best mooi. Eén verhaal is zeg maar een kwartiertje. Dus heb je even tijd, dan pak je een boek. En dan lees je het. Waar ik nou eigenlijk benieuwd naar ben, Lucie, dat zijn, ja, eerst, je zegt al een snelkookpan, dus eigenlijk een soort workshop hebben jullie gekregen daarna. Heel verhalen. Intens, ja. Zijn het, de boeken, zijn het iedere keer een variërend schrijfgezelschap wat er zit, of is het hetzelfde? Nou, er zijn verschillende mensen die al in twee boeken meegewerkt hebben. Ik ben uitgenodigd om volgend jaar ook weer te komen, dus, maar er zijn veel verschillende mensen. En heel veel mensen die al veel meer geschreven hebben en schrijven. Nou, ken jij natuurlijk de verhalen. Het eiland, is het dan, zijn er soms spannende verhalen bij? Zijn het natuurverhalen? Kun je het in het kort, zonder te veel te verklappen, er iets van zeggen? Nou, ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd natuurlijk, maar er zijn op Texel zelf heb je ook allerlei verhalen, sages. Er zijn twee mensen die daar een verhaal over geschreven hebben. De natuur, het ongeluk, de zee natuurlijk. Het zijn allemaal verschillende onderwerpen en ieder verhaal is ook heel anders. Dus het is een hele variatie. Ja, en het mooie is dat 1 euro ervan naar die reddingsmaatschappij gaat. Daarom willen wij dus ook heel veel reclame maken. Mag eigenlijk niet, hè? Maar, om dus ook die, want ook die reddingsmaatschappij leeft van giften. Die krijgt ook helemaal niks, geen subsidie of iets. En aan die boeken zit dus een goed doel gekoppeld. En met z'n allen hebben wij dus besloten om dat naar de reddingsmaatschappij te doen. Hoe duur zijn de boeken, Lucie? Je zult het niet geloven, 14,95. Maar ja, dat 15 euro. Ja. Ja, dus eigenlijk toch, daar heb je die spannende verhalen van. Ja. En je doet het in het goede doel ermee. Ja. Het is een leuk cadeautje. Ja, leuk kerstcadeautje. Kerstcadeautje, ja. Waar de mensen die nou geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze terecht voor een boek? Bij de uitgeverij, dat is in ieder geval zeker. Hier en daar in een boekhandel of in een supermarkt of bij mij. Maar dan kunnen ze bij mij bestellen. En dan moet ik het weer bij de uitgeverij bestellen. Dus het beste is het om meteen, zal ik even kijken. Ja, moet het wel goed zijn natuurlijk, hè. www.droomvalleiuitgeverij.nl. Nou, herhaal het nu even, want er zijn natuurlijk mensen die het net niet zo meegekregen hebben. www.droomvalleiuitgeverij.nl.
En dan HTTPS ervoor met de slashes. Nou, kijk, hartstikke mooi. Ja, en volgend jaar heb jij zelf, je bent uitgenodigd, maar wel weer interesse om er naartoe te gaan? Ja, eigenlijk wel. Oh, kijk. En het is meestal half juni ergens. En is het vaak mooi weer, want we hadden daar op Texel prachtig weer. Nou ja, dan zit je weer met week te sperren en te bedenken. En echt workshop, want we hebben echt heel intensief moeten we kijken en leren en opletten. En ja, je krijgt zoveel toegeschoven. Het is inderdaad echt een snelkooppan. Je moet het allemaal maar opslaan. We hebben ook allemaal slecht geslapen daar. Want we waren daar maar aan het malen van hoe moet ik dit, zal ik dat, en zal ik het zus. En ja... Het was gewoon erg leuk om te doen. Ja, het eindresultaat een heel mooi boek geworden. Ja. Dus ik zou zeggen, heel veel succes ermee. En volgend jaar natuurlijk een hele mooie Ik hoop het, ja. Dankjewel.